Ik ben wel nieuwsgierig, Jeffrey, naar jouw keeperskwaliteiten. Ja, ik zelf ook wel. Ik heb vanochtend een beetje geoefend. Dus ik hoop dat het goed komt. Ik sta er wel bekend om om penalty killen, zeggen ze dan bij Heerenveen. Het is wel in het hol van de leeuw, hè? Ja, maar dat maakt me niet zo wel uit. Het is je niet ontgaan? Nee. Het is eigenlijk wel een goede tactiek van hun dat ze een keeper sturen. Maar ja, je weet het nooit. Misschien pak ik een paar lekkere ballen, schiet hij een paar naast. Dus daar gaan we eigenlijk voor. Weet je wel tegen wie je speelt? Jawel, Jeffrey de Visser. Dus, ja. Dat is de vaste strafschoppennemer bij Cambuur. Ja, nou ja. Dus, mag ik kiezen? Ik neem eerst. Jeffrey, ja. Dat is bewust? Ja, tuurlijk. Tactiek, hè? Allemaal tactiek. Ja? Ja. Nee, ja. Het is belangrijk om gelijk met 1-0 voor te staan. Die moet erin en dan staat de druk een beetje op hem. En hopelijk kan ik dan een balletje pakken. Jeff? Ja, gaat heel slecht. Hoe kan dit? Geen commentaar. God, pak er nog een rondje. Of twee. Deze ga ik pakken. Maar voel je de druk ook van die jongens die achter je staan? Klein beetje, ja. Ja, kan niet, hè. Mag niet verliezen. Komt niet goed over in de kleedkamer. Als deze erin gaat? Dan is het klaar, hè? Dan is het klaar? Ja, simpel. Gaat hij erin? Ja, gaat erin. Links, rechts, wat ga je doen? Op zijn hoofd. Er komen nog genoeg dingen en ik heb vertrouwen in de jongens, dus dat komt wel goed. Het is er niet gespeeld? Nee, absoluut niet. Want jullie hebben ook nog mensen erg hier niet? Ja. En het mooie spelletje met het vliegtuigje zijn we ook heel goed in, dus dat komt wel goed allemaal. De punt van deze week, Gitaai, Sportclub Heerenveen.